Eens ik zou in deze video like een game te zien van Fortnite Strange Transmission Quest Pack. Deze is van een game en die heet Dead Space. Dan hebben we hier Isaac Clark. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ship System Specialist. Nee, North Sleeg. Dan hebben we hier Backbling. De verandering van kleur zoals je kan zien. Rick, watch your back. River Personal Life Monitoring System. En kijk hoor, Rick. Backbling. En UI Nose Babbling will flicker red when taking damage. Use the bench upgrade emotes as another way to equip the plasma cutter pickaxe. Dan hebben we hier dus de duim bovenop die. Oké, het lijkt net alsof de bovenop die andere babbling doet. USG is Himara. Een portable planet cracker. Plasma cutter. Dit is de one-handed pickaxe. Specialized mining tool. Mind your fingers. En dan hebben we hier een V-Bucks voor quest pack. Bench upgrade. Easy and assemble. Even if the lights go out. Deze kost 12 euro, je kunt het niet kiezen, want het is een eurobundel, maar goed. Ik kan wel zeggen, waarom komt het nou niet op zetten met die... Ja, en challenges zijn voor mij gewoon weer van die... Hier staan ze. Complete daily bonus goals. Dus dan heb je... Deze moet je dus completen, die bonus. En dan krijg je er 3 van per dag. En dan krijg je uiteindelijk dus... Maar het is goed dat 1500 V-Bucks. Ik ga even kijken of ik de damage kan laten zien. Ik denk niet echt, maar ik ga het even proberen met deze bot hier. Ja, zoals je kan zien, dan is hij rood gekleurd. En dan is het weer de... Je hebt aan of uit, heb je dus je hebt aan of uit kun je kiezen als je hem rood. Ja, zoals je het net kon zien, deze babbling die gaat zeg maar echt op de skin zit hij. Tenzij je een andere skin ziet, dan zit hij bovenop. En dit is gewoon een aparte babbling weer. En deze kleur dan als goed is ook leuk. Ja, dat kan ik nou alleen laten zien omdat het te weinig AP is. En in ieder geval de kleur is ook leuk als je damage krijgt.
Ja, ik heb even niet de uitstel van de skin laten zien. Ja, hij lijkt aan of uit, heb je hier ook. Voor deze bemming geldt dat niet, omdat je ziet die achterstal, zeg maar, die wordt al rood. Maar ik zal even deze laten zien met een gewoon even een random skin even. We doen deze bijvoorbeeld. Zoals je kan zien, dan zweeft hij een soort van op, zeg maar. Dat was dus een gameplay van, ja, de bundel is nou weg, maar van de Strange Transmission Quest Pack. En deze kostte dus 12 euro. Dan kreeg je bij 1500 V-Bucks als je dus drie bonus daily challenges doet. Dus van deze van de bonus. Dus als je daar drie van doet, dan krijg je die dus. Dan krijg je al die V-Bucks. Zoals bij deze skin. Deze Bebbeling. Die als je deze skin, als je gewoon de skin hebt die je bijhoudt, gewoon in de skin gaat, zeg maar. En dan zit hij bovenop. Deze pickaxe. Deze emote. Oké, okay, hij zet hem altijd in elkaar, maar goed. En deze Babbling. En deze zijn ook al twee reactive. Dus deze en deze. Ik hoop dat jullie deze gameplay video leuk vonden en vergeet niet om te liken en te abonneren.